Hallo iedereen! In de vorige les over trillingen zijn we gestart met het definiëren van de basiscomponenten die we gaan nodig hebben om trillende systemen te beschrijven. En die basiscomponenten die gaan we nu onderbrengen in modellen voor trillingen. En het eerste model dat we zo gaan zien, dat is dat van de rechtlijnige harmonische oscillator, oftewel een systeem met een massa en een veer. We spannen een veer op tussen een vaste muur en een massa mp. De positie van de massa mp duiden we aan met een coördinaat x. En de evenwichtspositie van de veer, die overeenstemt met het punt q, die duiden we aan met de coördinaat xe. We veronderstellen in dit geval dat er geen wrijving op het systeem werkt. Met andere woorden, we gaan geen dempingselement toevoegen aan het schema. Nu, wat betreft de kracht op het blok, weten we dat die gegeven wordt door de wet van Hooke. En met andere woorden, er zal een veerkracht FV op dat blok werken, waarvan de formule gegeven wordt door min k maal x min xe, x min xe, dus de uitwijking ten opzichte van het evenwichtspunt. We kunnen nu, zonder algemeenheid van de formule te verliezen, xe gelijk aan 0 stellen. In dat geval zal de uitwijking niet meer beschreven worden door x min xe, maar dus door die x-coördinaat. Het is dus met andere woorden niet meer dan een verschuiving van de oorsprong van ons assenstelsel naar het evenwichtspunt. We kunnen dan de bewegingsvergelijking voor dit systeem opstellen. Dat doen we door gebruik te maken van de wet van Newton. En zo krijgen we dus mx dubbel dot is gelijk aan de veerkracht min k maal x. Merk op dat mintekens belangrijk zijn. Mx dubbel dot, de m maal a zeg maar van onze vergelijking van Newton, daarvan gaan we altijd veronderstellen dat die positief is. Dus die gaat volgens de positieve versnelling of volgens de positieve richting van de x-as werken. En de veerkracht die gaat in dit geval tegengesteld zijn aan de positie x. Dus volgens de negatieve min-as, volgens de negatieve x-as liever, gaat die inwerken. Dus vandaar dat er een minteken moet verschijnen bij de kracht. Krachten die trouwens gegroepeerd zijn, staan in het rechterlid van de wet van Newton. Mochten we de mintekens verkeerd definiëren in deze vergelijking, dan zal ons systeem een heel ander gedrag vertonen dan in de werkelijkheid. Vooraleer we starten met het oplossen van de bewegingsvergelijking, wat dus een differentiaalvergelijking is, gaan we deze eerst nog wat herschrijven. En we doen dat door de vergelijking eerst te delen door de massa, zodanig dat de coëfficiënt die bij de tweede afgeleide van x staat, dat die gelijk aan 1 wordt. K over m gaan we vervolgens vervangen door een nieuwe parameter, dat is omega 0. Die gaan we kwadrateren en zo gelijkstellen aan k over m. Als we dat dan invoeren, krijgen we tot slot onze eindvergelijking x dubbel dot plus omega 0 kwadraat x is gelijk aan 0. En die vergelijking, dat is de vergelijking van de rechtlijnige harmonische oscillator. Zoals je kunt zien is het een tweede orde homogene lineaire differentiaalvergelijking. Laten we die differentiaalvergelijking nu oplossen. We kunnen dat doen door de karakteristieke vergelijking van de vergelijking op te stellen. En die dan vervolgens uit te werken naar lambda. We vinden zo twee wortels, twee complexe wortels, i maal omega 0 terug. De algemene oplossing wordt dan een combinatie van twee exponentiële functies, waarbij dus in de exponent die karakteristieke wortels lambda 1 en lambda 2 voorkomen en vermenigvuldigd worden met de tijd. Deze algemene oplossing kunnen we nog wat eenvoudiger schrijven in de vorm van cosinussen en sinussen met behulp van de formules van Euler. Dat hebben we trouwens eerder al gedaan in de lessen over autonome systemen. Vervolgens gaan we de constantes c1 en c2 bepalen en dat doen we uit de beginvoorwaarden.
Als beginvoorwaarde stellen we dat we op het tijdstip t is 0 de positie kennen en de snelheid kennen. Dat worden dan x0 en v0. En als we die dan invullen in de algemene oplossing, dan krijgen we meteen een uitdrukking voor c1 en c2. Dat geeft dan aanleiding tot de algemene oplossing met c1 en c2 dus vervangen. C1 vervangen we door x0 en c2 door v0 over omega 0. Nu, zo'n vergelijking met een cosinus en een sinus, dat is wat moeilijk te interpreteren. Maar gelukkig kunnen we deze oplossing ook onder een andere vorm uitschrijven. We kunnen die schrijven als een zuivere cosinus, waarbij we echter een faseverschuiving phi invoeren. Als je deze vergelijking verder uitschrijft met behulp van de hoekverschilidentiteit, dan vind je een oplossing terug waarin opnieuw cosinus omega 0t en sinus omega 0t voorkomen. Die oplossing is dus volledig equivalent met de vorige oplossing, moeten enkel cosinus phi en sinus phi identificeren met de constantes die we in het vorige geval hadden teruggevonden. A cosinus phi wordt met andere woorden gelijk aan x0 en a sinus phi wordt gelijk aan v0 over omega 0. En als we dat dan oplossen naar a en phi, dan vinden we uitdrukkingen voor die twee nieuwe constantes die we hebben ingevoerd als functie van de oude constantes of de beginvoorwaarden x0 en v0. We gaan nu enkele parameters van deze vergelijking benoemen, of met andere woorden, we gaan een aantal definities invoeren. De hoek phi, die gaan we de fasehoek noemen, die krijgt de eenheid radiale mee in deze vergelijking. Radiale is trouwens eenheidsloos, vandaar dat we het mogen gebruiken binnen de cosinus. De parameter a, dat wordt de amplitude van de cosinus en die wordt uitgedrukt in een lengte-eenheid, dus bijvoorbeeld in meter. Omega 0 dan, dat is een parameter die we ingevoerd hebben bij de oplossing van de vergelijking. Gelijk aan de wortel van k over m, de stijfheid over de massa dus, die gaan we de pulsatie of de hoekfrequentie noemen. Deze krijgt als eenheid radiale per seconde mee. De hoekfrequentie kan in verband gezet worden met een frequentie f0, die de eenheid hertz meekrijgt, dat is 1 over seconde. En die wordt, of dat verband wordt gegeven door omega 0 is 2 pi maal f0. Dus met andere woorden, als we de frequentie vermenigvuldigen met 2 pi, krijgen we die hoekfrequentie of die pulsatie terug. Tot slot bestaat er ook een verband tussen de pulsatie of de hoekfrequentie en de periode t van de oscillatie of van de cosinus. Dat verband wordt gegeven door t is gelijk aan 1 over f0, het inverse dus van de frequentie. Oftewel is de periode t ook gelijk aan 2 pi over omega 0, dat gebruik makende van het verband dat we eerder gedefinieerd hadden tussen omega 0 en f0. Dat laatste, die periode t, dat is dus de tijd die we gaan doorlopen per cyclus van de trilling. Dus dat is één periode van de cosinus. De frequentie f0 gaat dan weer het aantal cycli per tijdseenheid voorstellen. En de pulsatie, tenslotte, dat gaat de hoekverandering voorstellen per tijdseenheid. En dat is ook logisch. Eén cyclus loopt over 2 pi radialen. Dus als je die frequentie met 2 pi vermenigvuldigt, dan krijg je de totale hoekverandering per tijdseenheid. Laten we nu bekijken hoe we die nieuw gedefinieerde grootheden precies kunnen aflezen van de grafiek van de oplossing. Die oplossing werd gegeven door een cosinus en we zoeken specifiek naar de interpretatie van de amplitude a, de fasehoek phi en de pulsatie omega 0 die we gaan terugvinden onder de vorm van de periode t.
De amplitude a, dat is de afstand van de tijdsas, dat is waar x gelijk aan 0 is, tot de top van de cosinus. De periode dan, die wordt gekenmerkt door de tijd die verloopt tussen twee opeenvolgende toppen van de cosinus. Je zou die trouwens even goed kunnen definiëren als de tijd tussen twee opeenvolgende dalen of tussen eenders welke twee punten met eenzelfde x-waarde. En tot slot, de fase phi, die is wat moeilijker aan te duiden, maar die zorgt van een verschuiving van de grafiek. In dit geval gaat de grafiek van een cosinus typisch starten op de top van de cosinus. En als je cosinus van 0 definieert, dan vind je 1 terug. Maar in dit geval is die top van de cosinus niet terug te vinden bij tijdstip t is 0. Die is wat verschoven. Als je t is 0 invult, dan krijg je de cosinus van min phi, of vind je de cosinus van min phi terug. En daardoor gaat die hele grafiek verschoven worden over een tijdstip phi gedeeld door omega 0. Je kan zelf nagaan dat dat de dimensies van een tijd heeft. Nu, als we kijken naar de vergelijking van de rechtlijnige harmonische oscillator, dan zien we dat dat een vergelijking is waarvan de kracht zuiver positie afhankelijk is. En nu in een van de vorige lessen over de klassieke gevallen van de bewegingsvergelijkingen of klassieke gevallen in de mechanica, hebben we gezien dat zo'n bewegingsvergelijking, dat we die kunnen oplossen door middel van behoud van energie. Dus laten we dat eens uitproberen op deze rechtlijnige harmonische oscillator. We hebben hier met twee vormen van energie te maken. De eerste vorm is de vorm die we altijd terugvinden bij dynamische problemen. En dat is kinetische energie of 1/2 mv². De tweede vorm van energie schuilt in de veer. En dat is een potentiële energie die dus aan die veer gerelateerd is. Om die terug te vinden, starten we van de veerkracht die we eerder hebben afgeleid met de wet van Hooke. En we passen daarop de gekende formule voor de potentiaal toe. Zo vinden we dus een potentiaalfunctie of de potentiële energie gerelateerd aan een veer. En die wordt gegeven door k over 2 maal x kwadraat. X kwadraat dus zijnde de uitwijking. De totale energie wordt dus de som van die twee. En aangezien we hier van een conservatief systeem kunnen spreken, we hebben namelijk geen enkele dissipatieve kracht, geen enkele demper in het systeem, kunnen we dus stellen dat die totale energie constant zal blijven over de beweging. We stellen die dan ook gelijk aan E0. E0 zijnde de totale energie die ook overeenstemt met de beginenergie. Dus de energie die we terugvinden door de beginvoorwaarden V0 en X0 in te vullen. Nu, uit deze vergelijking kunnen we afleiden dat een harmonische trilling niets anders is dan een uitwisseling van potentiële en kinetische energie. Er is namelijk geen enkele andere energiebron of energieafvoer in het systeem. Nu, deze vergelijking kunnen we verder ook gebruiken om de beweging op te stellen, om de vergelijking van de positie als functie van de tijd terug te vinden. Daarvoor zonderen we x dot af. Dat wordt dus dx over dt. En dat schrijven we dan als functie van de energie E0 en de positie x. Dat kunnen we dan verder oplossen door middel van integratie om de positie als functie van de tijd, of equivalent, de tijd als functie van de positie terug te vinden. Je kan dit als oefening zelf uitproberen. In de les over positieafhankelijke krachten hebben we ook gezien dat we deze oplossing grafisch kunnen voorstellen en dat we daaruit inzicht kunnen verkrijgen. De grafische voorstelling bestond erin om de potentiaal phi van x uit te zetten ten opzichte van x en vervolgens die potentiaalfunctie te vergelijken met het energieniveau E0.
Als we dat doen, dan zien we dat de grafiek van phi onder, dat dat eerst en vooral, de potentiaalgrafiek, dat dat een kwadratische functie is, uiteraard. Dus dat wordt een parabool die zijn top naar beneden gericht heeft. En dus een minimum vertoont, met andere woorden. En die parabool die gaat symmetrisch zijn ten opzichte van de phi-as. Dat wil zeggen dat we twee snijpunten gaan terugvinden met E0. Dat is min xe en plus xe, uiteraard dus symmetrische snijpunten. Dat zijn de twee uiterste punten van de beweging, want herinner je, in de les over positieafhankelijke krachten hadden we gezegd dat beweging mogelijk was voor zover de grafiek van phi onder die van E0 lag. Dus met andere woorden, voor zover de potentiaalfunctie lager is dan de totale energie. Op die twee buitenste punten, dat gaan dus onze uiterste punten zijn van de beweging. En de vraag is nu, ja, wat gaat precies de formule zijn, of hoe gaat die uitgedrukt worden, die uiterste positie? Wel, daarvoor gaan we E0 dus gelijkstellen aan phi, en dat in het punt xe. En zo vinden we dus terug dat E0 gelijk moet zijn aan k maal xe kwadraat gedeeld door 2. Dat laat ons toe om xe dus uit te drukken als functie van de constante energie E0 en ook als functie van de stijfheid k, die komt daarin voor. En we merken dan dat dit gelijk gaat worden aan de amplitude van de oscillatie, uitgedrukt dus als de cosinus die we eerder hadden teruggevonden. En dat is dus volledig zoals we zouden verwachten. Even een snel bewijsje dat xe wel degelijk gelijk is aan de amplitude van die cosinus. Daarvoor gaan we simpelweg E0 uitwerken. En we gaan de kinetische energie en de potentiële energie van de veer evalueren in de begintoestand. V0 voor de snelheid en x0 voor de positie. En als we dat dan verder uitwerken en we vergelijken dat met de uitdrukking die we eerder hadden gevonden voor de amplitude, dan zien we dat er inderdaad een overeenstemming is tussen 2e0 over k en a kwadraat in dit geval. En als we daarvan de wortel nemen, dan vinden we xe terug. En zoals we in de les over autonome systemen hadden opgemerkt, zijn systemen met positieafhankelijke krachten eigenlijk een subklasse van die autonome systemen. En dat betekent dat we ook daar de analysemethodes voor autonome systemen kunnen toepassen. En dat gaan we dus doen met een van die analysemethodes die we uitgebreid besproken hebben, namelijk de analyse in het fasevlak. De studie in het fasevlak starten we door de bewegingsvergelijking te herschrijven als een stelsel lineaire eerste orde differentiaalvergelijkingen. Als we dat doen, krijgen we dus x dot gelijk aan y en y dot gelijk aan min k over m maal x. Deze vergelijking heeft een singulier punt. In het punt x is 0, y is 0. Nu, normaal gezien zouden we deze vergelijkingen vervolgens verder gaan lineariseren rondom dat singulier punt. Maar in dit geval hebben we reeds lineaire vergelijkingen en is zulke linearisatie dus overbodig. We bepalen dan vervolgens de eigenwaarde van dit stelsel. Als we dat doen, vinden we twee eigenwaarden uiteraard terug. En dat zijn in dit geval twee zuiver complexe eigenwaarden, gegeven door i maal omega 0 met een plus of een minteken. Het zijn twee complex toegevoegde eigenwaardes. En als we twee zo'n zuiver imaginaire eigenwaardes terugvinden, dan weten we dat we te maken hebben met een centrum. Het faseportret ziet er dan als volgt uit. We krijgen ellipsen rondom het singuliere punt, de oorsprong van het XI-assenstelsel. Het faseportret kunnen we ook terugvinden met behulp van de oplossing
van de differentiaalvergelijking die we in het begin van deze les hadden opgesteld. Toen vonden we als oplossing een cosinus met een faseverschuiving phi. Als we deze oplossing, deze positie dus als functie van de tijd, afleiden, dan krijgen we een sinus met diezelfde faseverschuiving phi te zien. Met x en x-dot hebben we nu de twee assen van ons faseportret of van ons fasevlak. En we kunnen nu een klein trucje toepassen. We gaan beide vergelijkingen kwadrateren. En de tweede vergelijking gaan we delen door omega kwadraat. Als we dat dan verder uitwerken, dan merken we dat we uiteindelijk iets van de vorm sinus kwadraat plus cosinus kwadraat terugvinden in het rechterlid. Dat kunnen we dus schrappen, want dat wordt 1. En we houden uiteindelijk a kwadraat over. De finale vergelijking, die je hier nu ziet staan, dat geeft ons de vergelijking van een ellips. En dat is dus de vergelijking van ons faseportret in het fasevlak. Nu, ten opzichte van de vorige vergelijking hebben we hier wat extra informatie mee, want we weten hiermee ook wat de kleine en de grote as van de ellips gaat zijn. Je merkt dat beide assen afhangen van de amplitude a en dat één van beide, die gerelateerd aan de x-dot-as, dat die gaat afhangen van ook nog eens de pulsatie omega. We vinden daar voor die as omega maal a en voor de andere as vinden we a, dat is die volgens de x-as gelegen is. Welke van beide assen dus groter is, hangt af van omega, meer bepaald of omega kleiner of groter dan 1 is. Laten we nu kijken wat er met de snelheid en de versnelling gebeurt ten opzichte van onze basisoplossing voor de positie. Bij het afleiden merken we op dat we bij de snelheid dus een sinus krijgen en bij de versnelling krijgen we opnieuw een cosinus. We hebben zowel mintekens bij de snelheid als bij de versnelling. Wat er achter de sinus en de cosinus staat, de hoek waarover we die nemen, dat blijft in alle gevallen omega 0 t min phi. Nu, we kunnen die snelheid en die versnelling ook lichtjes herschrijven door een hoekverschuiving uit te voeren. We weten namelijk dat als we bij een sinus pi over 2 bijtellen, en dat we dan een cosinus krijgen. En gelijkaardig, als we bij een cosinus pi bijtellen, dan krijgen we een cosinus die van teken wijzigt. Dus dan gaat dat minteken verdwijnen voor de cosinus. Dat is wat we hier hebben uitgeschreven. We merken ook trouwens op dat x dubbel dot volgens deze logica dus het tegengestelde wordt of tegengesteld wordt aan x op een factor a omega 0 kwadraat na. Die fases van pi op 2 en pi die we hebben ingevoerd, die hier dus in het groen staan aangeduid, die gaan een belangrijke rol spelen. We zeggen dat de snelheid in kwadratuur is, vertraagd met een fase pi op 2. En men zegt dat de snelheid in oppositie is. Dat stemt overeen met een vertraging met fase pi. We gaan nu eens bekijken wat dat juist betekent aan de hand van een voorbeeld. Hier hebben we een voorbeeld van een trilling van een rechtlijnige harmonische oscillator geplot. We hebben de positie x als functie van de tijd uitgezet, x in meter, de tijd in seconde. De parameters van deze grafiek staan links ervan. Nu, we merken op dat deze cosinus dus verschoven is over de fase phi, zoals eerder al gezegd. En die is gelijk aan phi over omega 0 of pi over 3 omega 0 in dit geval, aangezien we met een fase van pi over 3 radialen zitten te werken. Nu, dat is op zich wat moeilijk om te interpreteren. En om het wat makkelijker te maken, gaan we de tijdsas gaan we die veranderen door een nieuwe as. We gaan die vermenigvuldigen met omega.
En omega 0 maal t. En dan krijgen we de pulsatie radiale per seconde maal de tijd in seconde. Op die manier verkrijgen we iets in radialen. We krijgen dus een hoek. En je kan zelf nagaan dat die hoek, dat daarvoor geldt dat die gelijk is aan 2pi wanneer je, wanneer de tijd of wanneer een tijd van één periode t dus verlopen is. Dus ja, check dat zelf zeker eens. Nu zien we ook dat de fase waarover de hoek verschoven is, dat die veel gemakkelijker te interpreteren valt. We vinden hier namelijk die waarde van phi is gelijk aan pi op 3 rechtstreeks terug in de grafiek. Als we nu de snelheid op de grafiek aanduiden, dan zien we dat we opnieuw een cosinus terugvinden. Het is eigenlijk een sinus, maar die heeft uiteraard dezelfde vorm als een cosinus. En in dit geval is die verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke cosinus. Er is trouwens naast de verschuiving ook een amplitudevergroting, omdat we hier met omega 0 is 1,2 radialen per seconde zitten. Maar we gaan vooral focussen op die verschuiving. Hoe groot is die verschuiving precies? Wel, daarvoor gaan we kijken naar de afstand tussen twee toppen van de cosinus. Die afstand, als we die uitzetten op onze omega 0 t-as, dan zien we dat die overeenstemt met een hoekverschil van pi over 2. En dat was dus ons faseverschil dat we in de vorige slide hadden teruggevonden. Een vertraging van pi op 2 dus, waarvan we zeggen dat de snelheid, of waardoor we zeggen dat de snelheid in kwadratuur is ten opzichte van de positie. Voor de versnelling kunnen we eenzelfde analyse maken. Hier is de versnelling in het geel uitgezet ten opzichte van de positie. Je merkt hierop dat de snelheid, of de versnelling in dit geval, een faseverschil van pi vertoont ten opzichte van de positie. Dat hadden we ook voorspeld twee slides terug. En in dit geval sprak men van een versnelling die in oppositie staat ten opzichte van de positie. En waarom dat precies is, is zeer duidelijk op deze figuur. Hè. Je ziet dat de positie en de versnelling op hun amplitude na gespiegeld zijn. En de top van, van de versnelling stemt overeen met een dal in de positie. En hiermee beëindigen we dan onze les over de rechtlijnige harmonische oscillator. Dat was het simpelste trillende systeem dat we gaan bestuderen in deze lessenreeks van mechanica. Maar zeker geen onbelangrijk systeem en zeker geen onbelangrijke les, want we hebben een aantal belangrijke concepten ingevoerd. De fasehoek die gaat zeker nog terugkomen in de komende lessen en vooral de pulsatie of hoekfrequentie die gaat nog een zeer belangrijke rol spelen in wat volgt. In de volgende les gaan we het systeem verder uitbreiden met een viskeuze temper. En zoals je gaat zien, gaat die kleine wijziging in het systeem gaat dat grote gevolgen hebben voor de oplossing en gaat dat een hele reeks nieuwe fenomenen met zich meebrengen. Wil je meer weten? Of wil je gewoon je slaagkansen voor dit vak vergroten? Klik dan zeker door op de link naar de volgende video. Ik zie jullie daar. Ciao!